Ik heb een verrassing bij me. Ik heb hulp ingeschakeld. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Niet Tevreden. Niet Tevreden. Wat is up mensen en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Niet Tevreden, aflevering 4 alweer. En dit keer zijn we in het prachtige Barendrecht. Want Sara heeft deze foto namelijk gestuurd, want haar vader kan blijkbaar niet zo goed koken. Om precies te zijn, ze vindt de spinazie met champignons niet zo lekker. Maar daarvoor ben ik hier weer, om dat te fixen. Kijk mensen, ik kan natuurlijk gewoon door de voordeur gaan. Maar ik zie hier toch een hele mooie opening naar de tuin. Dus waarom gaan we ze niet verrassen? Kijk, dit is echt die Asian squad. Oké, daar word je wel moe van. Hola! Oh my god! Ah! Ik ben Sara, ik ben 11 jaar oud en ik heb een hele irritante familie. Hallo! Hallo! Hallo. Ik heb trillende benen. Oh, ja, ik ook, shit. Ah, wij samen. Toen ik binnenkwam, dacht ik echt van wow. Maar het eten van jouw ouders is dus niet tevreden? Nee. Oké, laten we het daarover hebben. En ik zie dat jullie met best veel zijn. Ik neem aan, dat zijn de ouders. Dus u bent de schuldige, neem ik aan. Ja, ik ben Ali Demir, papa van 4 kinderen. Woon in Barendrecht. Hartstikke lekker. Volgens mij kan ik wel aardig koken. Waarom ze het niet lekker vindt? Ja, dat is mijn raadsel. Ik vind het wel lekker. Maar goed, even over het gerecht. Jij vindt het dus smerig? Ja, ik had spinazie, champignons en olijfolie opgegeven. Dat vind ik echt heel vies. Dus de olijfolie vind ik heel vies. Niks met olijfolie lust ik. Ja, dat vinden ze niet lekker. Wat vind je precies smerig? Olijfolie. Oh, olijfolie? Oké, dus stel, hij zou het gerecht zonder de olijfolie koken. Zou je dat wel lekker vinden? Ook niet. We eten het ongeveer 1 keer in de maand. Ik ben verrast erover. Oh, echt? Ja. Heb je dat nooit gezegd? Wel. Ja. Heel vaak dat ik olijfolie gewoon helemaal niet lust. Eigenlijk vinden geen 1 kinderen van mij het lekker. Mijn vrouw vindt het wel lekker. Oké, maar voordat ik het inderdaad ga proeven, kunt u mij wat meer vertellen over het gerecht überhaupt? Wat is het? Hoe is het ontstaan? Ja, het is eigenlijk een geheim recept. Geheim nog wel? Ja, ik zou het niet willen prijsgeven. Oh, nu ben ik wel benieuwd eigenlijk, jongens. Als ik zou zeggen van 0 tot 100 niet tevreden, zou het 100% niet tevreden zijn. Hé, dat heb ik van jou gehoord, toch? Ja. En ik heb dus gehoord van Sara dat u een broodjeszaak heeft. Dus eigenlijk zou u wel moeten koken, neem ik aan. Ik sta in een winkel, broodjeszaak. Ik verkoop broodjes. Ik bak broodjes af. Ik hoor van mensen dat ze het wel lekker vinden. Ja, het meeste wel, maar dat is niet. Oh, het meeste wel. Oké, ja, dan ben ik wel benieuwd naar dit gerecht. Ik zou het eigenlijk wel willen proberen dan. Ja, oké. Nou, zou dat kunnen? Ja, zeker. Alright. Ik word gewoon geïntimideerd van deze entree. Oeh, kijk eens. Dit is ook spinazie, maar dan gewoon rauw. Ja, ik zag rauwe sla, gekookte sla, champignons en heel veel olie. Oh, dit is echt een groot hap, oké. Ik vind het helemaal niet lekker. Wil je ook een hapje? Nee! Ik zou ook geen tweede hapje nemen, sorry, het spijt me. Ja, het was eerder iets wat je aan een konijn zou geven dan aan mij, maar goed, ja. Maar gelukkig, daarvoor ben ik hier vandaag, jongens. Ik ga dit fixen, ik ga voor jullie allemaal koken. Maar moet ik echt voor jullie allemaal koken? Ja. En er komen nog 2 mensen bij. Gelukkig heb ik daar al over nagedacht. Ik heb een verrassing bij me. Ik heb hulp ingeschakeld. Ik had Steve meegenomen, maar ik had toch even wat versterking nodig. Want ze waren met veel, heel veel. Ik zou dus met een ninjazwaard binnenkomen en dan heel cool lijken. Gewoon in het rook en dan zo, yeah, maar ik snee mezelf. Ik heb mezelf gesneden. Ik zei nog dat het scherp was. Dit gaat pijn doen. Je moet hem even openhouden. Hallo, je moest het eten snijden, hè? Niet jezelf. Sowieso kijkers thuis, be safe. Ga niet met ninjazwaard spelen, dat is meer mijn job. Nou, het idee was dat Steve heel cool naar buiten zou lopen. Even het zwaard zou showen. En that's it, maar ik weet niet wat hij heeft gedaan. Ja, ik deed de quick hand switch. En toen, ik deed dus de super geheime techniek met het zwaard. Van de ene hand naar de andere hand te doen, maar toen mislukte het een beetje en toen, ja. Ik heb me gewoon aan het zwaard gesneden. Oh, de witte tunnel. Ja, ik zat dus zo in mijn auto. Ik ging door die tunnel heen en toen opeens... Alles was helemaal wit. Ik zag helemaal sterren. Ik zag Hanwe opeens daar ook. Hanwe zat in zijn badjas daar te dansen. Ik weet niet wat hij daar aan het doen was, maar... Hij was ook gewoon... Ja, ik dacht echt van... Ah, nadat ik Hanwe had gezien in die tunnel, in zijn badjas, dacht ik echt van... Ah, ik leef nog. Dankjewel. Nou, het zwaard heb ik even van Steven afgepakt, want hij kan er blijkbaar niet mee omgaan. Stout! Die rookmachine, een heel leuk idee. Het hele huis staat vol met rookmensen. Wie zijn idee was dit? Oké, laat ik me even uitzetten. Dat gaat nog wel even duren. Oké, mensen, het is tijd om voor eens en altijd afscheid te nemen van dit gerecht. Maar doe dit thuis alsjeblieft niet na. Vaarwel! Wow! Oh. Oh, daar gaat. Nou jongens, dit vieze eten is weg. Nu tijd voor mijn gerecht. Wow, rijmt dat? Nee. Weggerend, nee, laat. Laat maar! Is het eten van jouw ouders nou ook niet tevreden en wil je dat ik bij jou kom koken? Meld je dan meteen aan via de link in de beschrijving. Oké, om mij tegen springen we. 3, 2, 1, spring! Boom! En toen stonden we dus in de keuken. Wat gaan we vandaag koken? Kip curry met kokos en Lassie halfverkoren toverrijst. Klinkt lekker? Vast wel. Met heel veel olijfolie zie ik hier. En babyspinazie. Nice, volgens mij vind jij dat lekker. Nee. Zaak, dat zit er niet in. Top. Zoals jullie weten, ik verdeel altijd de taken, dus laten we gewoon gelijk beginnen. Vaders, olie verhitten in een braadpan met dikke bodem. Jij hebt ook een hele belangrijke taak. Jij mag de kippen strooien met zout en peper. Wat moet ik snijden? Weer snijden? Snij jij de bospeen maar. Wat is dat? Wortel. Nou jongens, wat is dit toch een top 10? Let's go! Ik heb echt heel veel leuke dingen mogen doen, tenminste. En ik heb ook de kip mogen bezouten en bepeperen. Oh, die moeten in ringen. Oh. Zoals jullie zien, prachtig gesneden ui. Kijk Steve, zo moet je dat doen. De rijst kookt in 8 minuten. Ja, ik heb vandaag echt heel erg goed leren koken van. Hier komen de uien. Alright. Wat moet ik nu doen? Nou ja, jij hoeft niks te doen, Steve. Je bent bezig nu klaar. Lekker, Steve. Je hebt jezelf niet gesneden. Lekker dan. Het verbaast me dat hij zichzelf nog een keer heeft gesneden in zijn vingers. Dus dat vind ik wel top. Alright, we gooien de wortel bij de kip, jongens. Die laten we 15 minuten staan. Intussen gaan we de rijst alvast koken, jongens. Waar is... Oh, hier. Doe de rijst 75 gram per in de pan met ruim kokend water. Pan met ruim kokend water, alstublieft. Alles erin. Alles erin. Oei, joh. Nou, 8 minuten lang, jongens. Ik weet nu dat Hanwe eigenlijk echt helemaal niks kan. Het schiet echt niet op met hem. Maar... Ja, het was wel leuk. Oh nee, ik kan niks. Ik heb mezelf gesneden. Ja, Hanwe is natuurlijk een toproer. Hij is de beste. Hij kan alles. Ik kan gewoon helemaal niks. Ik snij mezelf. Oké mensen, we gaan nu dus alles bij de curry gooien. De paprika, de bladselderij en willen we dat erbij? Beetje. We doen een beetje van dat erbij. Ja. Let's go! Deze of deze? Ja, die. Ja. Nu de paprika. Ik heb van alles in de pan gedaan. Ik heb geroerd. Beetje. Nee, grapje. Beetje. Dan gaan we namelijk ook de rijst eruit halen. Yes, sir. En dan moeten we dat weer in de pan gooien en de deksel erop en dan 15 minuten laten garen. Zijn we bijna klaar, nu is het alleen wachten. Dus dan gaan we wat te wortel chapa. Nou mensen, volgens mij is het eten klaar, dus tijd om op te scheppen. Oké, ik zou zeggen eerst de rijst. Of laat mij de rijst maar doen, dan mogen jullie de curry doen. Nee jongens, blijkbaar is Steven zwaar gewond, dus tof. Prachtig. Het gaat er wel lekker uitzien, toch? Nou, we zitten aan tafel met het eten wat we hebben klaargemaakt. Wat is jullie eerste indruk? Lekker. Ik heb wel echt honger gekregen, dus ik zou zeggen, laten we het proeven. Ja, ik vond het zelf heel spannend om het te proeven, want ik wist niet zeker of ik het echt lekker zou vinden. Wat vinden we ervan? Lekker hoor. Lekker. Ja, je kunt wel koken, hè? Let's go! Ik vond het echt super lekker. Sowieso de kokos, die was echt heel lekker erbij. Hey papa, wat vindt u hiervan? Ik vind het lekker. Ik vond het ook heel lekker. Rijst smaakte goed. Groenten smaakten goed. Dus ik denk dat we geslaagd zijn. De vader zei dat hij het lekker vond. En ik bedoel, ja, hoe kan het ook anders? Nee, maar papa had mij goed geholpen. Dus props aan papa. Hij vindt het lekker. Maar de allergrootste vraag natuurlijk. Is het beter dan de spinazie? Nou, voor de kinderen gaat die spinazie eruit. Voor ons blijft die spinazie nog in. Ja, hij is eigenwijs, hij is eigenwijs. Maar het is een stap, het is een stap. Of mijn gerecht hier in het huis niet meer gegeten wordt, daar durf ik geen uitspraak over te doen. Ja, waarom heb je dit ding eigenlijk nog om? Wil je dit recept nou ook koken? Het recept staat in de beschrijving. Plus, je kan jezelf ook nog opgeven. Stuur een DM naar mij met een pak Lassie rijst of geef je op via de link in de beschrijving. Ik raad jullie allemaal aan om mee te doen. Het is echt heel leuk. En ja goed, dat was het eigenlijk voor deze video. Like deze video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zeg ik later. Hey, kan je me misschien even naar het ziekenhuis brengen? Ik voel me echt duizelig. Nee. Yo.